Ik begin deze vlog waar ik de vorige week was geëindigd. Het is vandaag maandag en ik begin vandaag weer met een helemaal nieuwe fijne weekvlog. Ik moet niezen. Lekker begin van de week. Vandaag ga ik naar mijn vader, want mijn stiefzusje is vandaag jarig. Dus daar ga ik even langs vandaag. Dat staat een beetje op de planning. En ik ga nu eerst met mijn moeder mee naar het ziekenhuis, want die heeft een moedervlek iets. En dat gaat ze weg laten halen vandaag. En ja, dat is een beetje de planning. Dus ik neem jullie gezellig mee. Oké, ik ben bij Tommy. Gezellig. Hi. En Thomas en ik gaan slijm maken. Ja. Want dat wilden we al heel lang een keer doen. Dus we zijn net naar de winkel gegaan en hebben lijm gehaald. Hobbylijm. Het werkt een soort van. Dus we gaan even proberen of het echt goed slijm gaat worden. We gingen natuurlijk eerst naar de Action. Want daar halen meestal de mensen allemaal de lijm. Maar die was dus al uitverkocht. Dus ja. Maar we gaan het nu gewoon proberen met deze lijm. Maar we gaan beginnen. We hebben een hele grote bank, maar we hebben helemaal niet zoveel lijm en zo. Dus het wordt niet echt zo'n heel groot slijm hoor. Ja. Gooi maar weer. Dit geluid is zo raar. Nu doen we de schuim erin. Scheerschuim. Ga je die nu helemaal opmaken? Nee. Dat moet wel toch? Nee. Moet er wel veel in? Nee. Niet doen. Kijk, het wordt wel helemaal. Nu al is het al een soort van. Slime. Wacht, als jij die lensvloeistof erbij zet, dan doe ik dat. Hé jongens, het werkt! Het wordt nog niet echt harde slijm, Tom. Bam, wat is slijm. Oh ja, jongens, abonneer op mijn kanaal, Thomas Kroes. Hoofdletter T, hoofdletter K. Maar hij uploadt nooit. Dan ben ik mee bezig. Oké, de volgende vlog, dan gaan jullie zo en zo zien hoe ik met mijn nieuwe droom ga vliegen. Nou, oké. Beloofd? Beloofd. Ik ben weer thuis en er staat hier een heel groot pakket. En dat komt omdat ik een nieuwe koffer heb besteld. En nu denk je, Pam, waarom heb je in godsnaam een nieuwe koffer besteld? Nou, op vooropleiding gebruik ik best wel vaak zo'n koffertje. Die neem ik dan mee, want dat vind ik makkelijker dan een tas. En zeker als ik bij iemand logeer. Het is gewoon een stuk makkelijker. En ik had er nu een van de Action, maar die wieletjes waren helemaal stuk. Dus ik wilde een nieuwe. En toen dacht ik, als ik dan een nieuwe neem, dan doe ik het gelijk goed. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Even opmaken. Hier hebben we hem. Is het zwaar? Nee, het is niet zo zwaar. Wat ik heb besteld. Misschien zien jullie hier het merk al. Ik heb een tweede suit besteld. Voor de mensen die mij langer volgen en misschien hebben gezien, heb ik van dit merk ook een grote koffer. Echt een reiskoffer. En ja, ik vind ze echt fantastisch, deze dingen. Dus toen dacht ik, ja, nu wil ik er natuurlijk ook een kleine koffer van. Yeah! Oh my god. Super blij mee. Echt, ik hou van deze koffertjes. Ze zijn gewoon zo ontzettend cute en leuk. En, oh, love it. Het enige nadeel aan deze koffers is dat het gewoon echt hele prijzige koffers zijn. Niet schrikken, maar deze koffer die kostte 100 euro. Misschien gaan jullie me nu echt voor gek verklaren, maar ik ben er gewoon echt heel erg blij mee. Ik vind het gewoon heel leuk. Ze rijden heel fijn. Er zitten hele fijne vakken in. Die zal ik zo meteen ook wel even laten zien. En ja, het zijn gewoon hele fijne koffertjes. Dus ik ben er mega blij mee. Het is wel heel veel geld. Daar ben ik het echt mee eens. Eigenlijk belachelijk veel geld voor een koffer. Maar ja, ik ben er in ieder geval heel blij mee. Dit is hoe de koffer er van binnen uitziet. Er zitten gewoon heel veel vakjes in. Vier vakjes al hier en dan heb je gewoon nog twee van deze grote vakken. Dus ja, dat is gewoon echt super chill. Dus ja, ik ben hier echt mega blij mee. Echt heel erg handig dit. Kan je gewoon allemaal shit in doen. Ik vind het echt heel chill. Dus helemaal mooi. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag eventjes mijn kamer helemaal goed aan het opruimen. Want het is hier echt een troep en mijn kledingkast was helemaal overhoop. Ik kon gewoon niks meer vinden in mijn kast. Dus ik heb al drie lades een beetje netjes gemaakt. Dus nu kan ik tenminste weer een beetje zien wat ik allemaal heb qua kleding. En ik ga gewoon even stofzuigen en alles gewoon even netjes maken. Want
Het is gewoon aardig een troep hier. Ook daar in die hoek moet het even opgeruimd. En nou ja, nu is mijn bed een troep, maar dat komt door al die kleding en zo. Maar ja, het is gewoon tijd om even op te ruimen. En ook hier staan allemaal tassen en koffers. En ik moet het allemaal gewoon even netjes maken. Ik hou niet van troep. Dus dat is wat ik vandaag aan het doen ben. Oké, dit deel van mijn kamer is nu helemaal opgeruimd. Dus dat is top. En nu moet ik deze kant nog helemaal doen. Ik heb dit kastje wel opgeruimd. Die fles moet alleen even uit. Maar ik bedoel, die is wel weer netjes. Maar de rest en hier en... moet ik allemaal nog even doen. Oké, mijn kamer is helemaal opgeruimd. Dus dat is echt mega chill. Nu moet ik het ook nog even zo houden. Want echt, het is meestal binnen een dag gewoon weer een troep. Maar goed, we gaan het nu even netjes houden. Dit stukje is ook weer helemaal netjes. Super chill. Dus ja, en... nu gaat deze meid even, ik ben nu al buiten adem, een workout doen. Want ik heb gisteren niet gesport en ik heb er gewoon zin in. Ik weet ook niet waarom, maar ik heb gewoon echt zin om even een workoutje te doen. Helemaal gek. Nou ja, dus dat ga ik nu doen. Ga ik niet filmen, want een beetje ongemakkelijk wel. Ik heb een pakketje binnengekregen van Naked. Ik heb kleding opgestuurd gekregen. Ik heb het dus niet zelf gekocht. Ik wil dat altijd gewoon duidelijk zeggen in mijn vlogs. Want dat mogen jullie gewoon weten dat ik dit heb gekregen. Maar ik ga het zo meteen even samen met jullie unboxen. Maar even, kunnen we even een moment nemen voor deze superleuke zak die ze gebruiken. Ik word daar gewoon zo gelukkig van. Echt superleuke kledingzak. Ever just saying. Oké, dit is het eerste item van Naked. En ik vind hem echt best wel heel erg tof. Het is gewoon een pakkie, een lekkere jumpsuit met wijde pijpen. En ja, ik vind hem wel leuk. Ik heb nog niet echt zoiets in mijn kast en ik moet ook wel een beetje eraan wennen. Want ik vind het wel heel erg volwassen staan of zo. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dus ja, en hij zit ook goed. Het is een maat S. En ik ben hier wel heel erg blij mee. Ik vind hem heel erg leuk. Oké, dit is het tweede item. Dit topje is van de Primark. Maar deze rok is dus ook van Naked. En ik weet niet echt wat ik hiervan vind. Ik vind dat het mijn figuur niet echt per se heel erg benadrukt. Maar ik kan me wel heel erg voorstellen dat als ik in een tropisch land ben. En je gaat gewoon lekker even over het strand lopen. Dat ik dit wel heel erg leuk zou vinden. Maar ik zou het denk ik niet zo snel gewoon aandoen. Ik weet niet. Ik vind het gewoon een beetje too much bij mij. En ik ben ook best wel klein. Dus ik vind het ook gewoon net te lang. En ja, I don't know. Het is niet helemaal mijn ding, maar ik denk wel dat ik hem ga houden. Gewoon puur omdat het misschien nog wel eens van pas kan komen, zo'n rok. En ik vind het wel heel zomers. Als ik het zo met dit topje zo aan heb, denk ik wel van ja, ready for summer. Dus Oké, dan heb ik ook nog dit blouseje uitgekozen. Ik moet alleen eventjes hier iets van een veiligheidsspeldje of zo doen. Want hij gaat dit open en dan zie je gewoon mijn hele BH. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Hij is echt wel heel erg mooi en die kusjes erop en zo. Ja, I really like it. Ik heb ook nog een simpel wit t-shirt die best wel groot valt. Ik heb hem in een medium genomen. Hij is echt wel heel oversized. Dus ik moet hem ook wel echt in mijn broek doen. Maar het leuke hieraan is dat er op de mouw een roosje staat. Een blauwe. En ik vond deze gewoon heel erg leuk. En gewoon leuk te combineren. Bijvoorbeeld met deze broek. En I really like it. Hij schijnt wel een beetje door. Maar goed, dat is niet zo erg. Oké, deze trui vind ik echt heel erg tof. Hij is mega oversized, dat wel. Ik heb deze geloof ik gewoon in een small genomen. Maar hij valt gewoon heel groot. Maar ik vind deze zo tof, want het is een beetje een color block effect. Kijk, die mouwen hebben allebei een andere kleur. En als je dan naar de rug kijkt, dan is de rug dus helemaal in de kleur van deze mouw. En de voorkant helemaal in de kleur van deze mouw. Dus ik vind dit echt, ik vind dit... Dit vind ik echt heel erg tof. Ik heb natuurlijk ook nog een kortingscode voor jullie, voor Naked. Je kan 20% korting krijgen met de code PamelaK20. Dus ja, gebruik dat zeker. Naked is een hele leuke website, heel betrouwbaar. Ook heel erg populair, dus ga er zeker even een kijkje op nemen. Ze hebben echt super leuke items. Dus en ga lekker shoppen natuurlijk met mijn code. Ik zit nu even lekker op mijn bed, want ik ga heel eventjes mijn vorige week vlog editen, want die moet morgen online. En ik heb nog helemaal niks geëdit. Dus daar ga ik nu even een beginnetje aan maken. Ik hoop dat ik hem vanavond af kan krijgen, ik denk het wel. En dan kan die morgen online. Oh baby.
Ik ben echt super stom, maar ik heb vandaag gewoon de hele dag niet gevlogd. En ik weet ook niet waarom. Ik ben het gewoon letterlijk vergeten. Terwijl ik vandaag echt niet veel heb uitgevoerd. Maar misschien juist daarom dat ik het ben vergeten. I don't know. Maar goed. Ik heb vandaag dus niet zo heel erg veel gedaan. Ik heb gedanst vanavond. En nu ben ik even curvy supermodel aan het terugkijken. Dus ja, morgen ga ik even naar mijn oma. En hopelijk zingen bij papa op kantoor. Good morning. Het is vandaag donderdag. En ik ga zo meteen even naar mijn oma toe. Dat ga ik doen. En ik moet even langs de HEMA moeten foto's ophalen. Dat ga ik denk ik eerst doen. Ik wilde al veel eerder bij mijn oma zijn. Maar ik ben gewoon een beetje sloom vandaag. En oh, zo stom. Maar goed. In ieder geval. Ik ga dus zo meteen weg. Ik moet eigenlijk ook Timmy nog even uitlaten. Struggles. En vanmiddag ga ik bij mijn vader op kantoor zingen. Dus ja. Een productief dagje vandaag. Dus dat is helemaal top. Ik ben bij mijn vader op kantoor. En ik ben weer die domme Oen die gewoon vergeet om te filmen wat ik allemaal aan het doen ben. Ik dacht helemaal leuk. Ik ga nu een keertje filmen wat ik aan het zingen ben. Bla bla bla. Maar ik was zo geconcentreerd dat ik het gewoon echt ben vergeten. Super stom. Maar goed. In ieder geval, ik ga nu naar huis. Niks meer laten doen. Ik ga niet opnieuw voor jullie zingen. Want ik ben nu echt klaar na anderhalf uur. Dan ga ik zo eten. Want ik heb zo'n honger. Oh, jullie hebben echt geen idee hoeveel honger ik heb. Ik ben trots op mezelf. Want ik heb weer een nieuwe video ingepland. Dus dat is heel erg chill. En nu ga ik lekker slapen. Ik denk dat het hooikoortseizoen begonnen is. En oh, ik ken het nu al niet meer aan. Oh, ik heb echt al 80 keer geniest. Maar goed, het is vandaag zondag. En ik lig lekker in mijn bed. Want ik heb vanochtend gedanst. Zoals altijd op zondag. En nu ben ik van plan om gewoon lekker een dagje in mijn bed te liggen. Want het is koud buiten. En ik heb het hele tijd koud in huis. En ik ben heel erg moe. Ik weet niet echt precies waarom. Maar ik ben gewoon echt heel erg moe. Dus ik ga vandaag gewoon even lekker chillen. Misschien zo nog even een tukkie doen. En ja. Ik ben echt de afgelopen dagen gewoon, heb ik gewoon niet gefilmd. Maar ja, op zaterdag ben ik natuurlijk de hele dag op vooropleiding. En mijn moeder was gisteren jarig. Dus het was allemaal visite en zo. Dus dat was heel erg gezellig. En vrijdag had ik zangles. En toen ben ik gewoon... Ja, dan film ik ook altijd heel weinig. En dat is altijd gewoon vervelend. Maar goed. In ieder geval, ik ga even chillen. Want ik ben super moe. En ja. Het is inmiddels echt alweer veel te laat. Het is 11:15. Dus ik moet nu echt gaan slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!